Leuk dat je kijkt. Ik had bedacht om een Q&A video op te nemen. En ik had jullie op social media gevraagd of jullie vragen hadden aan me. Nou, die hadden jullie. Super leuk. Er was echt veel op gereageerd. Dus bij deze ga ik een aantal vragen beantwoorden. Een van de eerste vragen is, wie of wat heeft jou geïnspireerd tot het doen van vrijstressuur? En dat was Bokt, Bokt.nl. Alweer, wat is het, 2003, dus bijna 15 jaar geleden, werd ik lid van Bokt. En daar zag ik foto's van mensen die hun paard konden laten knielen, laten liggen, laten zitten, laten stijgen. En ik dacht, jemig, wat is dat gaaf, wat is dat gaaf. Als je gewoon bij je paard kan gaan zitten terwijl die ligt, hoe vet is dat? En toen ben ik op gaan zoeken hoe het werkte. En van daaruit ben ik dus begonnen met vrijstressuur. Dus eigenlijk hebben de mensen op Bokt mij geïnspireerd om hiermee aan de gang te gaan. En kun je nagaan wat het uiteindelijk geworden is. Nou, van daaruit eigenlijk meteen naar de volgende vraag. Want de volgende vraag was, hoe lang heb je paarden al en op welke leeftijd kreeg je ze? Nou, ik heb Jouke gekocht toen hij 2,5 was. Dus op mijn 23ste kocht ik mijn eerste eigen paard. Hij is ondertussen 15, dus we hebben dit jaar ons 12,5-jarig jubileum gehad. En vervolgens kreeg ik je vader erbij, toen was ik 28. Je vader die wordt komend jaar alweer 9. En je vader kreeg ik als veulentje. Ik kreeg ook nog de vraag, hoe lang duurde het om jouw paarden alles te leren? Nou, Jouke die gaf me een jaar al zijn eerste show. Maar toen kende hij natuurlijk nog lang niet alles. Ik bedoel, alles, ja, je blijft altijd trainen. Maar ik denk dat hij vanaf zijn 5e wel ongeveer alle grote oefeningen kende. Je vader zelfs iets eerder. Ik denk dat hij met een jaar of 3, 4 eigenlijk wel alle grote oefeningen kende. Toen was het nog vooral zaak om de rust in te bouwen, duration. Dat hij dus langere tijd in oefeningen kon blijven. Zoals langer kon blijven knielen, langer kon blijven liggen. En dat begint eigenlijk nu sinds een jaar ongeveer echt te verbeteren. Maar dat is ook omdat hij nu... Ja, hij wordt ouder en wijzer en net even wat rustiger. Ja, nog een vraag. Is elk paard geschikt voor vrijstressuur? Ja, elk paard is geschikt voor vrijstressuur. Je kan misschien niet ieder paard alles leren, maar je kan elk paard wel wat leren. En eigenlijk vindt uiteindelijk vooral ieder paard deze manier van trainen leuk. Ze worden er vaak zekerder van, ze worden er blijer van. Je bent ze natuurlijk heel veel aan belonen en heel veel aan vertellen hoe goed en hoe geweldig ze zijn. Ja, weet je, als ik jou dat vertel, dan word je uiteindelijk ook steeds zekerder van jezelf. En dat geldt voor je paard natuurlijk gewoon ook. Dus ja, ieder paard vindt het leuk. Ieder paard is ervoor geschikt. Niet ieder paard kan alles. Hoe lang duurt het dus gemiddeld? Want dat was ook een vraag die ik kreeg. Hoe lang duurt het gemiddeld om je paard wat te leren? Gemiddeld genomen... Ben je met een 1,5, 2 jaar, kom je echt al een heel eind als je zelf goed kan trainen. En dan bedoel ik een heel eind dat je echt al toe kan zijn aan liggen, zitten, stijgen, knielen. Maar knielen kan soms ook veel vlugger gaan. Hangt er ook vanaf hoeveel lef heeft je paard en hoe dapper is hij. En dat is eigenlijk ook hoe lang het duurt om een paard iets te leren. Hangt meer van jou als trainer af dan van het paard. Natuurlijk, het ene paard leert wat sneller dan het andere paard. Maar kijk maar zelf ook in de klas. Als je een docent hebt die het echt goed kan uitleggen, dan is het veel makkelijker om te begrijpen wat de lesstof inhoudt dan een docent waar je gewoon niet mee klikt of die het niet zo fijn uitlegt. En dat is met je paard net zo goed. Dus iemand die goed kan uitleggen aan het paard wat hij bedoelt, zo'n paard leert het sneller. En dan krijg ik ook nog de vraag. Raad je aan om bitloos te rijden? Ik raad aan om naar je paard te kijken. Want ik geloof niet dat bitloos per definitie vriendelijker is dan met bit. Ik denk dat als je een bit goed gebruikt en eerlijk bent naar je paard en niet zo monddicht snoert, dat bit, met bit rijden net zo fijn kan zijn voor een paard, zo niet fijner dan bitloos. Omdat hij met bit nog de mogelijkheid heeft om ze met zijn tong de druk te verplaatsen en om zijn mond te sperren. Terwijl bitloos de riem die over zijn neus heen loopt, daar kan hij niet onderuit. Op geen enkele manier. Hij kan daar helemaal geen invloed op uitoefenen. Dus een hardhandige ruiter... En eigenlijk mag je nooit hardhandig zijn natuurlijk, maar een hardhandige ruiter met een bitloze optoming, daar kan het paard helemaal niks mee aan veranderen. Terwijl met een bit kan hij er nog iets aan veranderen. En ik denk dat natuurlijk dus sowieso ook met een zachte hand, dat mocht de druk toch een keer te groot worden, dan kan zo'n paard nog wat mee. En ik denk dat je mond meer kan hebben.
Ik bedoel, als je een flesje drinken niet open krijgt, dan kan je hem ook tussen je tanden klemmen en skeren, zo open proberen te draaien. Nou ja, dat geeft denk ik ook wel aan dat een mond dus best wel wat kan hebben. Ik bedoel, paarden die kunnen ook op stukken takken kauwen en zo. En die schieten ook wel eens wat door. Dus ik persoonlijk denk dat een bit helemaal niet zo verkeerd is. Maar dat is mijn mening. En ik merk aan mijn paarden in ieder geval dat ze een bit echt geen probleem vinden. Zelfs als ik het ene paard probeer het bit in te doen, dan wil het andere paard hem afpakken. Dus zo erg zullen ze het niet vinden. Maar it all depends. Wat jij denkt dat voor jou en jouw paard passend is. Dank jullie wel voor het stellen van al jullie vragen. Ik vond het super leuk om ze te beantwoorden. Ik hoop dat jullie de video leuk vinden. En ik zou willen zeggen, blijf me volgen op Instagram, op Facebook, op YouTube. Abonneer je op mijn kanaal. Volg me op Instagram, volg me op Facebook. Super leuk als je dat doet. En mocht je nog vragen hebben, stel ze. Mocht je hulp willen met jouw paard. En het hoeft niet alleen vereistenstuur te zijn, want ik help je met alles. Ik bedoel, laten we wel wezen. Als je een paard kan leren zitten, dan kan je hem toch ook leren om een trailer in te lopen. Of om zijn voeten te geven. Of om vast te staan. Of bedenk het maar. Dus als je ergens tegenaan loopt met je paard, ik help je graag. Let me know. Ook als je geen problemen hebt, maar gewoon dingen wil verbeteren. Of als je een jong paard hebt en zeker wil weten dat je goed start, let me know. Ik kom je helpen. Hey, dankjewel voor het kijken. Tot ziens.